Ah ja, dames en heren, je zult dat denken, wij zitten van de rabe. Dat is niet zo. Dat voelt goed als je zo'n bokshandschoen hebt. En zeker als je zo'n coaching krijgt van Mark Dakriet. Ja, het is mijn naam. Ik zeg de Hollandse naam, kom er niet zo snel op. Maar Mark Dakriet, die werkt samen met deze schone madame. Dat is Margreet van der Laar. En zij geeft coaching en fitness. En een beter in je vel te gaan zitten, een strak lijf te krijgen en een beter way van living, daar gaat ze voor. Dat is haar motto, om een goed in je lijf te blijven zitten. Ze is namelijk heel erg bekend. Ja, zij geeft aan de BN'ers, geeft ze personal training en coaching aan die mensen. En ja, die moeten er goed uit blijven zien. Ja, voor mij is het te laat, anders had ik het ook gaan doen. Maar ja, ik ben zoals ik ben, dus ik neem daar genoegen mee. Wilt u haar ontmoeten? Doe een bod op dit en u gaat u beter voelen. En dat is nog niet alles, maar je mag met haar mee naar Bussum. Dan geeft zij namelijk coaching aan de BN'ers. En dan mag u ook een dag een BN'er zijn, is dat niet schoon? En dat is nog niet alles, hè. Je krijgt er nog een lunch bij ook. Is dat niet schoon? Ja, gaat het eerst afwerken en dan gaat het aaneten. Dames en heren, doe er een goed bod op, want het is echt waar, fantastisch. En nu gaat u zich beter voelen, echt waar. En ja, en die Mark, allez, die wil ontmoeten, hè. Ha, dat is een lekker ding. Mark, was hij er gebleven? Ha. Ah, ik heb hem gevonden. Dit is hij. Misschien kende hem wel van de tv, hij kan heel schoon zingen. Hij zat echt in een schone jongensband. Die is hij, een knapperd, hè? Doe een bod, laat u niet kennen, hè? En ga ervoor. Strakker in het lijf en fitter door het leven. Gezonder eten, wie wil dat niet? Ik.